slaan. Het gaat aan. Uw campagne voor de tweede kamerverkiezings in 2017. Ik ben blij hier, tiergeblied hier in Friesland te wezen. Mijn huidelaan. En wij gaan als CDA voor een beter Friesland. Een Friesland dat wij terugjaan willen. On ons bern. En voor de Friese en de Drenthe ook. Voor de Groningers en de Drenthe ook Groningen, ook Drenthe. Gaan we doorgeven aan onze kinderen. Goedenavond, CDA-vrienden. Wat mooi dat we met zo ontzettend veel mensen hier in Drachten zijn. In het noorden, ik zei het al, mijn huidelaan. Rut zei al, ik studeerde in Groningen, 6 jaar heb ik daar gewoond. Mijn ouders begonnen hun gehuwde leven in Assen. Daar zijn mijn beide zussen geboren. En ik ben in Workum geboren, in Friesland. Ooit ben ik met mijn vader weer naar Assen gegaan. Ik heb daar zelf dus nooit gewoond. En mijn vader werkte daar op het provinciehuis. En als je nu in het Drents Museum komt, dan weet ik nu nog aan te wijzen het raam dat mijn vader mij ooit liet zien waar hij zijn eerste jaren als ambtenaar bij de provincie doorbracht. Daar is nu de geschiedenis van Drenthe, maar goed, dat mijn vader daar werkte is inmiddels ook wel geschiedenis. Voor mij was Drachten vanuit Zuidwest-Friesland, waar ik vandaan kom, altijd echt wel ver weg. Heerenveen, Tialf, maar daar voorbij kwam al gauw de grens. En de grens, dat bedoel ik niet de Duitse grens, maar de grens voor ons was toch wel de grens met Groningen. Ik denk dat nogal wat Friesen dat nog wel eens voelen in het westen van de provincie. Drachten kende ik als kind wel. Ik zwom bij de zwemclub Neptunia in Sneek. En Drachten had en heeft volgens mij, had in ieder geval als enige een 50 meter bad wat overdekt was. Nog steeds. Sneek, voor de wie is er uit Sneek? Ja, heel goed. Toen ik in Sneek kwam wonen, gebeurde daar ook iets revolutionairs, want dat kreeg ook een overdekt zwembad. En weet u wat de lengte van dat zwembad was? 16 2/3 meter. En weet u waarom dat is? Als je 3 keer 16 2/3 doet, dan krijg je 50. Dat is echt waar. Echt waar. Dat is geen Trump-waarheid, dat is een echte waarheid. Drachten, dat was natuurlijk groter dan Sneek. Maar mijn vader, burgemeester van Sneek, zei er altijd wel bij: Drachten is een dorp, Sneek is de tweede stad van Friesland. Goed, maar laten we toch vooral de eenheid weer terug zien te krijgen. Na de laatste provinciale verkiezingen, 2015, waarbij overigens ook de Eerste Kamer werd gekozen, waar Joop in zit en waar ook Elko Brinkman de fractievoorzitter is. Hij is hier ook. Ik vind het echt geweldig dat Elko hier is. Welkom. Bij die verkiezingen werd het CDA weer bij uitstek de grootste partij van de 3 noordelijke provincies. Het noorden kleurt weer groen. CDA groen. De grootste partij van het noorden. En dat is ook onze ambitie voor Nederland in 2017. Ja, dan mag je wel verklappen. En ik moet zeggen, als ik zie welke kandidaten u vanuit het noorden naar Den Haag brengt, dan gaat dat ook lukken. Agnes Mulder, met wie ik de afgelopen 4 jaar al zo geweldig heb samengewerkt en inderdaad een aantal keren in Drenthe ben geweest en in Groningen. In Groningen in het aardbevingsgebied. Wat een gebied is waar we echt als Nederland veel meer aandacht voor moeten hebben. Harry van der Molen, bij wie ik al een aantal keren op werkbezoek ben geweest. Hij daar als wethouder. Anne Kuik, Esther Hanemaaier, Bart van Dekken en Mark Jager. Jullie allemaal komen in de Tweede Kamer namens het Noorden. En tegen het Noorden, tegen jullie allemaal zeg ik, wees trots op hen. Want ik
Ik weet echt uit de historie niet dat er zoveel, zo goede noordelijke kandidaten voor het CDA op de lijst stonden. Mensen waarvan ik echt zeg, kom naar Den Haag, want we hebben jullie nodig. Want bij onze partij zijn Kamerleden in de eerste plaats volksvertegenwoordigers. Geworteld in de eigen omgeving, in de eigen provincie. Zodat zij uw verwachtingen, uw zorgen, uw wensen meenemen naar Den Haag. CDA-vrienden, op het congres eerder dit jaar in Barneveld sprak ik over de morele crisis waarin ons land verkeert. Een morele crisis die zich uit in bezorgdheid, grote bezorgdheid en onzekerheid onder heel veel mensen. En ik kan u zeggen, ik heb veel reacties op die speech gehad. En wat ik merk, is dat mensen die onzekerheid inderdaad echt voelen. En dat ze willen dat de politici daar aandacht aan besteden. En ik heb inderdaad inmiddels gemerkt dat zelfs de VVD met een pagina grote advertentie zich ineens ook om de gunst van deze mensen ging, met de gunst van deze mensen ging bemoeien. Maar mensen willen echte antwoorden. Mensen voelen die morele crisis op straat, in de zorg, in de klas, maar ook in de politiek. En daar zou ik vandaag meer met u over willen spreken, ook in de economie. Want weet u, de economie van vandaag is voor heel veel mensen niet eerlijk meer. Voelt niet eerlijk. De cijfers gaan omhoog. Maar kun je nog werken voor je inkomen? In plaats van te werken om prettig te kunnen leven, om voor je gezin een fatsoenlijke boterham te kunnen verdienen, is voor heel veel mensen werken een dagelijkse overleving geworden. Morgen kan de baan weer voorbij zijn in tijdelijke flexbaantjes. Want een vaste baan wordt steeds meer uitzondering. U moet het ook om u heen zien hoeveel mensen hun vaste baan kwijt zijn en er een tijdelijke flexbaan voor terugkrijgen. Maar ook in de onzekerheid over de volgende reorganisatie bij bedrijven, omdat bedrijven, banken en andere ondernemingen voortdurend in beweging zijn om zich staande te houden te midden van een totaal veranderende wereld, andere markten. Maar denk ook eens aan de zorg als je dan een baan hebt over je pensioen. En voor de gepensioneerden van nu en later. Mensen voelen zich steeds minder beschermd. Ze voelen zich overgelaten aan de grillen van een markt. Aan de drang naar snelle winst en steeds hogere rendementen. Want de beurzen doen het goed. Maar wat betekent dat voor jouw baan op de werkvloer? Het is altijd meer, meer, meer. Maar de onzekerheid neemt alleen maar toe. Dat komt door een crisis die 10 jaar geleden begon, een kleine 10 jaar geleden begon, en ons eigenlijk nog altijd in zijn greep houdt. Want we voelen het allemaal. Banken kunnen van de ene op de andere dag omvallen. Banen kunnen zomaar verdwijnen als sneeuw voor de zon. Landen kunnen zomaar met onwaarschijnlijke bedragen gered moeten worden van de ondergang. Dat alles heeft het vertrouwen van mensen diep, diep geraakt. En dat verlies van vertrouwen is nog niet voorbij. Want het knaagt als je niet meer zeker kunt zijn of je volgende week nog je baan hebt. Of je huis de waarde behoudt. We weten wat er is gebeurd met de huizen. Of je pensioen, waar je jaren voor gewerkt hebt. Je weet niet of het volgend jaar gekort wordt of niet. Ieder jaar weer die onzekerheid. Dit is wat mij betreft de sociale kwestie van deze tijd. Alsof er een nieuwe verzuiling aan het ontstaan is. Anders dan vroeger. Onze samenleving is namelijk de afgelopen jaren horizontaal verzuild. En ik zal dat toelichten. Er zijn kloven ontstaan tussen hoger en lager opgeleiden. Tussen voorlopers en achterblijvers. Tussen hen die de globalisering als een uitdaging zien en zij die vooral de nadelen ervan ondervinden. En die verschillende groepen die leven steeds meer in gescheiden werelden. Ze komen elkaar na de lagere school eigenlijk nauwelijks meer tegen. Niet meer in hun werk en niet meer privé. Niet meer op het sportveld, niet in de wijken waar ze wonen. De oude zuilen waren verticaal. Je had socialisten, je had liberalen, katholieken en protestanten.
En allemaal op die verschillende terreinen leefden de zuilen verschillend. Maar binnen die zuilen kwamen alle rangen en standen elkaar tegen. En onderling leek het contact steeds meer te worden. Maar binnen die zuilen kwamen de rangen en standen elkaar tegen. Maar konden vooral de lagere en de middengroepen, de mensen die het moeilijk hadden, vertrouwen op de saamhorigheid. De zorg en de bescherming van, laat ik maar zeggen, de bovenlaag in je eigen zuil. En je kon, als je problemen had, altijd terecht bij je eigen pastoor of dominee, bij je vakbond of andere maatschappelijke organisaties van je eigen herkenbare middelveld. En zo had elke zuil zijn eigen vertegenwoordigers. Ook in het landelijke of plaatselijke bestuur. En de voormannen, dat waren iconen waar mensen vertrouwen in hadden. Omdat ze wisten dat die voor hun allemaal gingen opkomen en vervolgens gezamenlijk met de verschillende zuilen tot dat Nederlandse poldermodel wisten te komen. Maar dat vertrouwen is verdwenen. In die nieuwe horizontale verzuiling. Want dat zijn geen zuilen met onderlinge verbondenheid. Het is een ieder voor zich wereld. En daar loert het gevaar. Het gevaar op een verder afbrokkelen van die samenleving. Want het gaat vooral om een verdeling van kansen en mogelijkheden. Maar in die nieuwe verzuiling is vooral een verdeling tussen de kanshebbers en de verliezers. Dat is het grote verschil met die oude zuilen waarin men veel meer samenwerkte. Of men veel verdiende of weinig. Of men kansen had of niet. Men vond elkaar. Die nieuwe verzuiling verdeelt de winnaars en de verliezers van de globalisering. De flexibilisering in de arbeidsmarkt, de digitalisering, vergeet dat ook niet. Het maakt nogal wat uit ook of je bij een open grens denkt aan een ontspannen stedentripje naar Parijs of Milaan. Of dat je denkt aan goedkope arbeidsmigranten die hier naartoe komen en jouw baan overnemen. Betekent jobhoppen voor jou dat je elke 3 jaar een leuke nieuwe uitdaging zoekt? Met een hoger salaris en een nog dikkere leaseauto? Of betekent jobhoppen voor jou in de praktijk dat je na 2 jaar keihard werken weer dat vaste contract niet hebt gekregen, terwijl je zo hard gewerkt hebt? Economisch onderzoek laat zien dat de afgelopen 25 jaar wereldwijd de welvaart in de hele wereld is toegenomen, maar dat het alleen maar geldt voor de allerrijksten en de armsten. Gelukkig de armsten. We hebben heel veel steun aan arme landen gegeven, maar daar is de middenklasse aan het opkomen. Maar de middenklasse in de westelijke wereld, vooral de lagere middenklasse, is er nauwelijks op vooruit gegaan, of soms niet. Omdat ze klem kwamen te zitten tussen de veelverdieners, die het altijd wel goed deden, en de opkomende landen met werknemers die werk overnamen. En die beknelling, die is nog niet ten einde. En die voelen we. Dus dat de mensen met een middeninkomen in ons deel van de wereld het kind van de rekening lijken te zijn. En dat is wat heel veel pijn doet en wat ook enorme politieke gevolgen heeft. Dat is de sociale kwestie van deze tijd. En dat is dus ook onze opdracht bij deze verkiezingen. En ook voor de komende jaren. En voor de economie en voor de samenleving. Hoe herstellen we het vertrouwen voor deze grote groep mensen die hard werken voor hun inkomen in dit deel van de wereld en in ons land, maar het gevoel hebben altijd knel te zitten? Hoe zorgen we dat ook zij delen in de vooruitgang die er op papier is? Beste CDA-vrienden, dat begint ermee dat wij de zorg van deze mensen serieus nemen. En dat we vervolgens niet heel hard mee gaan roepen in de boosheid, maar dat we antwoorden geven, oplossingen bieden. Die recht doen aan die onzekerheid. Door de balans te herstellen tussen het eigen belang en het gezamenlijk belang. In het christendemocratisch denken over de economie staat dat besef van wederzijdse verantwoordelijkheden centraal. U weet het, dat noemen we zo mooi het Rijnlandse model. In de polder die we in Nederland hebben geldt niet het recht van de sterkste, maar schuilt de kracht in de gezamenlijke inspanning. In de zorgvuldige afweging van belangen. Tussen korte termijn en lange termijn. Tussen werkgevers en werknemers.
Als we echt iets willen doen om die verwijdering, die boosheid en die onverschilligheid te bestrijden, dan moeten we de arbeidsmarkt en de economie weer veel meer vanuit dat perspectief gaan zien. En dat is niet een puur economisch perspectief, dat is vooral een moreel perspectief. Want dan zijn rechtvaardigheid en solidariteit belangrijker dan de CPB-cijfertjes en het eigen belang. In mijn congresspeech in januari verweet ik premier Rutte blind te zijn voor de morele crisis in Nederland. Terwijl in veel landen in 2016 aan de noodrem is getrokken, doet hij alsof er niks aan de hand is. Maar de realiteit is dat het huidige kabinet van VVD en PvdA juist op dit punt van die eerlijke arbeidsmarkt de grote vraagstukken heeft laten liggen of voor zich uitgeschoven. Voor een deel is dat gebrek aan de politieke moed om het te doen, maar het is eigenlijk vooral doordat Partij van de Arbeid en VVD traditioneel elkaar gegijzeld hebben in onderling wantrouwen en in ideologische verdeeldheid. En dat geldt dus met name voor de arbeidsmarkt. Want daar is de flexibilisering inmiddels volkomen doorgeslagen. En tegelijkertijd is de flexwet van minister Asscher op een drama uitgelopen. En dat geldt ook voor de aanpak voor de werkloosheid. Want laten we elkaar geen sprookjes vertellen. Zolang er in dit land nog altijd 200.000 werklozen meer zijn dan aan het begin van de crisis, mogen we niet zeggen de crisis is voorbij. Dan is er nog ontzettend veel werk te doen. En die oneerlijkheid, dat gevoel van oneerlijkheid, geldt zeker ook voor ons pensioenstelsel. Want waar ouderen hun pensioen zien verschralen en jongeren juist bezorgd zijn over hun pensioen voor later, daar geldt het ook voor iets heel anders, de hervorming van ons belastingstelsel. De pensioenen en het belastingstelsel. En waar Mark Rutte voor de verkiezingen lagere belastingen beloofde, gingen na de verkiezingen de belasten omhoog. En werden de echte hervormingen op de arbeidsmarkt vooruitgeschoven. Het antwoord daarop is een eerlijker economie. Want dit is de erfenis van het kabinet en het is tijd voor verandering. En ons verhaal, het verhaal wat ik u ga vertellen, dat laat zien dat die verandering mogelijk is. Dat een eerlijker arbeidsmarkt haalbaar is. Dat een eerlijke economie meer bescherming kan bieden. En die eerlijke economie die begint bij eerlijke kansen. Ik zei net, die horizontale verzuiling, die andere indeling van de samenleving dan die we hadden. Die horizontale verzuiling moeten wij gaan doorbreken. Door te zorgen dat alle jongeren, bijvoorbeeld, van arme en van rijke ouders, de kans krijgen om door te leren. En daarom is het dat wij het leenstelsel schrappen en de basisbeurs terugbrengen. Stilletjes ver op de achtergrond in Delft klapt mijn studerende zoon met u mee. Maar we doen dat ook door op de arbeidsmarkt de oneerlijke concurrentie terug te dringen tussen vast en flex. Want dat willen wij doen door één basisverzekering te maken tegen arbeidsongeschiktheid. Voor alle werkenden. En dat betekent dus dat flex niet meer werken betekent zonder verzekering voor de toekomst. En dat het niet een race to the bottom meer is. En we gaan ook de oneerlijke concurrentie aan door arbeidsmigratie. En door op te komen voor de kansen voor kleine ondernemers en familiebedrijven. Als motor van de economie en bron van innovatie en banen. Die eerlijke economie die biedt ruimte en bescherming. Aan ondernemers en aan werknemers. Bescherming van solide Nederlandse bedrijven. En werkgelegenheid. Tegen ongewenste buitenlandse overnames. Bescherming die nodig is, omdat als we zo doorgaan, we een land zijn waar alleen nog maar een paar hoofdkantoren in Amsterdam op de Zuidas staan en een paar brievenbusfirma's, terwijl onze eigen maakindustrie naar het buitenland is verdwenen. En wij hoeven de brievenbusfirma's niet, maar we willen de maakindustrie wel.
En wat het CDA daarom voorstelt, is dat we een preventieve toets krijgen op buitenlandse overnames. Bescherming van MKB'ers en boeren tegen de machtsconcentratie van ketens en groothandel. Wat dat laatste betreft heeft onze collega Jacco Geurts in zijn nota Eerlijke Boterham een pleidooi gehouden voor een sterkere positie van de boeren en de kleine ondernemers tegen het grote winkelbedrijf. Maar als we over bescherming praten van de gewone Nederlanders, dan praten we ook over bescherming van Groningers. Die te lijden hebben gehad en die lijden onder de aardbevingen. Ik heb de huizen gezien met de scheuren. Ik heb de vertwijfeling in de gezichten gezien van mensen. Ik heb de bestuurders gezien die zo graag iets wilden doen, maar Den Haag nodig hadden, terwijl Den Haag niet antwoordde. Wij kiezen voor de veiligheid van de inwoners van Groningen. En we kiezen ook voor een royaler aandeel in de opbrengst, in de ombrengst en de gerichte investeringen in het behoud van leefbaarheid. Wij kiezen ervoor dat wanneer er een windmolen wordt geplaatst, ook de omgeving daarvan mee profiteert en niet alleen maar de lasten heeft. En voor deze beide onderwerpen, of het dan gaat om duurzame energie of het gas, ben ik er ontzettend trots op en mag u er trots op zijn dat namens u Agnes Mulder in Den Haag het werk doet. Voor Groningen, voor Drenthe, voor Friesland, voor heel Nederland. Heel goed, Agnes. Kortom, u kunt niet alleen in Den Haag, maar ook lokaal, regionaal, provinciaal op het CDA bouwen. En u kunt namens het CDA dat verhaal aan alle Noorderlingen met trots vertellen. En er zijn zo ontzettend veel voorbeelden, ook hier, van CDA'ers die iedere dag opnieuw hun handen uit de mouwen steken voor alle inwoners. In Drenthe bijvoorbeeld ondersteunt de CDA-fractie de plattelandsbibliotheken, omdat iedereen in de provincie daar recht op heeft. En de gedeputeerde Henk Jumelet, die investeert namens u, namens de provincie, in duurzame landbouw, omdat daar de toekomst in ligt. In Friesland heeft Sander de Rauwe als gedeputeerde een Friese middenstandsbank opgezet om kleine ondernemers van krediet te voorzien. Ik moet zeggen, 30 jaar geleden, 35 jaar geleden, was ik zelf in de zomer als Bali-medewerker werkzaam bij de Frieslandbank in Sneek. Inmiddels overgenomen door de Rabobank. En toen merkte ik al dat het hart van Friesland in kleine ondernemingen zit. Sommigen, moet ik zeggen, een enkeling werd er beter van dat ik daar stond. Want een enkele keer is het mij overkomen, zeg ik in alle eerlijkheid, biecht ik op, heb ik toen ook al wel gedaan, maar doe ik opnieuw, dat ik in plaats van 1-0, 2-0 uittikte toen ik een geldovermaking moest maken. Dat ging nog redelijk met de hand. Ik moet zeggen, het was geen leuk moment voor mij. Ik moest toen nabellen en ik moest aan deze persoon, een Fries, zeggen: u heeft net een bedrag met 2 nullen op uw rekening gestort gekregen, maar dat had een bedrag met 1-0 moeten zijn. Het is Friesland, deze persoon vond het prima en het is allemaal weer goed gekomen. Deze vergissing in uw voordeel is weer hersteld. Ik ga door, want er gebeurt zo ontzettend veel nu in Friesland. Sietske Poepjes bijvoorbeeld, die zet zich in voor een bedrijvig platteland. Zelf ben ik met haar meegeweest naar Halm, dorp ten noorden van Leeuwarden, waar zij ervoor zorgt dat grote bedrijven die er zijn, dus daar veel werkgelegenheid uit kunnen breiden en ook daadwerkelijk daar in Halm een toekomst hebben. Ongelooflijk belangrijk voor de werkgelegenheid in een kwetsbaar gebied. En kijk in Groningen met gedeputeerde Patrick Broens. Je zou bijna denken dat hij een geboren Groninger is. Maakt snel internet mogelijk en stimuleert ook daar het midden- en kleinbedrijf. En wie weet, komen straks wel de allernieuwste generatie Tesla's gewoon uit Groningen. Beste CDA-vrienden, een eerlijke economie, om daar weer naar terug te gaan, die begint met een eerlijk inkomen, een eerlijke verdeling van lasten en lusten en een duurzame toekomst voor het land dat we door willen geven. En ik markeer dat tot slot met een waarschuwing aan de VVD.
Want het liberale verkiezingsprogramma van de VVD stelt voor de nieuwe arbeidsmarkt die zij voor ogen hebben, om cao's in ons land niet langer algemeen verbindend te verklaren. In liberale termen heet dat dan meer maatwerken. Maar wat het werkelijk betekent, laat zich raden en laat het tot u doordringen. Minder zekerheid, meer concurrentie, juist aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het recht van de sterkste. Maar dat zet de deur wagenwijd open voor concurrentie van van Europese werknemers die niet meer aan het minimum cao-loon vastzitten, maar straks het minimum inkomen krijgen. Dat scheelt zo 50% op een inkomen. Het is een blinde vlek van de VVD voor wat eerlijk is. En dit is het moment om te zeggen, tot hier en niet verder. Het CDA doet daar niet aan mee. En het is echt belangrijk dat u zich realiseert wat het verschil is. Eén zinnetje in een verkiezingsprogramma. Maar onze hele arbeidsmarkt is erop gebaseerd dat wanneer er een afspraak wordt gemaakt in een sector, dat er dan niet bedrijven zijn die daar stiekem onder gaan, zodat we concurreren tot de bodem. En dat kan dus gebeuren, dat mag gebeuren als het aan de VVD ligt. Maar dat is niet de arbeidsmarkt die wij willen. Want dat is een oneerlijke arbeidsmarkt. Want de werkgever straks, die het minst om zijn personeel geeft, gaat er met de winst vandoor. En dat is het tegenovergestelde van wat het CDA wil. Maar er zal meer moeten gebeuren. Want wat dus dreigt, is dat die goedkopere banen die er dan zijn, door buitenlandse werknemers worden ingevuld, die met dat lagere salaris hun gezin in Polen of Roemenië nog wel kunnen onderhouden. Terwijl je in Nederland van 8 euro ruim echt je gezin niet kan onderhouden. En daarom wil het CDA dat in Den Haag en in Brussel de Europese regels voor detachering aangescherpt worden. Zodat daarmee ook de Nederlandse cao voor gedetacheerden gaat gelden. Gelijk loon voor gelijk werk. U zag eerder op het filmpje dat de kinderen die ik interviewde dan wel het woord detacheringsrichtlijn niet kennen, maar drommels goed weten wat eerlijk is. En ik wil dat onze partij, dat mijn CDA, voor deze mensen en hun zorgen opkomt. Wij zijn een partij voor die middenklasse, voor de ruggengraat van onze samenleving. Zoals Abraham Kuyper al in de 19e eeuw opkwam voor de kleine luiden. En de katholieke voormannen, Schaapman en Nolens opkwamen voor de katholieke arbeiders. Als echte volkspartij moeten wij die nieuwe verzuiling keren. Het individualisme vervangen door saamhorigheid. Het recht van de sterkste vervangen door omzien naar elkaar. Cynisme door vertrouwen. Het CDA-verhaal van een economie die eerlijk is, van een eerlijke economie, laat zien dat het anders kan. Als we de juiste keuzes maken voor een beter Nederland, dan bouwen wij aan een land dat we door willen geven. Ik dank u wel. Economie. En ik kan me zo voorstellen dat hier wel een aantal mensen zitten die een vraag hierover willen stellen aan Sybrand. Iemand?
We gaan eens kijken wat de vragen zijn, maar misschien goed om één opmerking te maken. In Friesland is meestal alles goed op orde, zoals u weet. Maar de microfoon, die draadlosmicrofoon, doet het niet zo goed. Dus als u hier wilt blijven staan, met de microfoon... Dus ja. Wat was het? Deze doet het wel, die doet het niet. Die zit alleen voor de sier. Terwijl ik sprak, dacht ik, er is iets met mijn stem. Maar nu weet ik het. Als er op 15 maart maar niet iets met mijn stem is. Grapje. We gaan naar een eerste vraag. Douwe Atema, Zuidwest-Friesland. Die vraag gaat over de actuele politiek. Gisteren het vertrek van minister Van der Steur. Ik lees vandaag in het AD de top van de VVD. Die dringt aan op vertrek van minister Van der Steur. Hoe kijkt u tegen het proces van de afgelopen week, misschien moet ik wel zeggen de afgelopen maanden, hoe kijkt u daar nu tegenaan? Ja, dat is wel een belangrijke vraag die u stelt. Zeker als je het vergelijkt met waar we het vandaag over hebben, wat heel veel mensen bezighoudt, de economie en hun eigen baan, is Den Haag heel erg bezig met bonnetjes en andere dingen. En waar ik me de afgelopen tijd erg aan heb gestoord, en zo heb ik het ook gezegd, is dat het belangrijke ministerie voor Veiligheid en Justitie door de VVD is gerund als een partijkantoor. Want het enige doel wat daar was, was het redden van VVD-bewindslieden. En de waarheid was eraan ondergeschikt, de informatievoorziening naar de Kamer was ondergeschikt. En dat kan niet, en dat is ontzettend slecht geweest. Daarom was het ook mijn opvatting en van de CDA-fractie dat minister Van der Steur niet kon blijven. Dus dat hij is afgetreden, is de enig juiste beslissing. De kanttekening die ik plaats is dat ik het verbazend vind dat de minister bij zijn aftreden zegt dat het aan anderen ligt die hem niet geloofden. Terwijl wij vandaag inderdaad, de media, de Kamer, terwijl wij vandaag moeten lezen dat het wellicht de eigen VVD was die gezegd heeft, jij kan maar beter gaan. Dan wordt het wel een cynisch spel. Voor mij staat vast dat dat buitengewoon kwetsbare ministerie van Veiligheid en Justitie, dat over onze rechtsstaat gaat, niet gediend is bij een minister die alleen maar heeft laten zien voor het partijbelang te gaan, de waarheid ondergeschikt te vinden, terwijl onderaan iedere dag weer tienduizenden agenten, rechten, officieren van justitie niets anders doen dan de waarheid juist zoeken en ophelderen wat verborgen blijft. Dat is wat mij betreft de kern van de afgelopen week. Ook hier zie ik een vraag. De Koe, afdeling Meppel. Ik had een vraagje over gelijke of eerlijke kansen, zoals u dat zo noemt. Nou heb ik gelukkig nog mazzel gehad doordat ik op tijd ben gaan studeren. Dat ik toen ik bij de bank gevraagd werd of ik een studieschuld had, dat kon beantwoorden met een nee. Met een flexcontract overigens. Maar ik maak me wel heel erg zorgen over mijn jongere collega's, over mijn nieuwe collega's, over mijn jongere broertje. En ik vroeg me af, hoe gaat u zorgen dat ook zij eerlijke kansen krijgen als zij straks bij de bank zitten voor een hypotheek en ook gewoon dat kunnen krijgen met een vast contract en nou ja, de hele mikmak. Dus hoe gaat u daarvoor zorgen? Ik vind voor... Oh ja, ik moet bij... Hallo. ik vind het allereerst voor ons als CDA ontzettend belangrijk dat wij ons realiseren dat als wij ons land willen doorgeven, wat onze slogan is, dat we ook echt moeten nadenken over voor de generatie die dat land dan gaat krijgen, de jongeren. En dus dat we niet in Nederland alleen maar nadenken, wat belangrijk is, aan pensioenen, maar dat we ook beseffen dat we ook de jongeren moeten ondersteunen. En dat doen we als CDA door het leenstelsel af te schaffen en de basisbeurs weer in te voeren. Daar heeft u allemaal bij het congres nog bij gezegd dat u ook vindt dat de studenten door het land moeten kunnen blijven reizen, zodat ze naar een studie kunnen, dat ze naar een stage kunnen. En dat zullen we ook doen. Dat is voor studenten en ik vind het ontzettend belangrijk dat diegenen die niet die hoge opleiding hebben, maar een lagere opleiding, ook aan de bak komen. Want wij mogen als CDA niet vergeten dat het grootste deel van de jongeren natuurlijk niet gaat studeren, maar naar een LBO of MBO opleiding gaat en daarna meteen aan het werk gaat. En zij zijn de handen voor de toekomst. Dus we moeten ook zorgen allemaal dat ons middelbaar beroep en lager beroepsonderwijs op orde is. Doen we dat allemaal, dan is daar de eerste basis gelegd, ook voor banen, voor deze jongeren. En als ze dan een baan krijgen, dat heb ik net gezegd, en dat vind ik echt belangrijk dat we dat ook uitdragen als we straks allemaal op straat gaan. Niet allemaal verplicht ondernemer worden als je eigenlijk gewoon verpleegkundige wil zijn of een metselaar wil zijn. Moet je dan echt altijd ondernemer worden als je eigenlijk in dienst een relatie met een werkgever wil hebben? Nee.
En daarom is het ontzettend belangrijk dat ook vaste contracten nog blijven. En dat je niet allemaal gedwongen wordt als ZZP'er iedere dag maar weer als een pseudo-ondernemer je brood te verdienen. Dat is leuk als je bijvoorbeeld je tweede inkomen hebt. En er is één vast inkomen en de tweede klust wat bij. Dat is een hele grote groep, die vindt dat fijn. Maar als het je enige inkomen is en het kan iedere dag weer verdwijnen, heb je iedere dag die onzekerheid en heb je iedere dag dus de kans dat je het kwijtraakt. En daar moeten we niet naartoe. Zekerheid in de banen en goede opleiding die ook nog betaalbaar is. Dat zou ik antwoorden. We hebben tijd voor 5 vragen. Daarvan hebben we er nu 2 gehad. En ik zag hier net nog 1 aan deze kant, dus beantwoord ook weer wat makkelijk. Ja, er zijn een boel vragen, dat begrijp ik, maar we hebben ook maar beperkte tijd. Dus ik ga eerst even naar deze kant toe voor u een vraag. Ja. Mijn naam is Ilke Jatama, raadslid in Zuidwest-Friesland. Ik ben ook moeder van 4 kinderen en bij ons aan de keukentafel zitten heel vaak jongeren. Ik ben heel blij dat er weer veel jongeren bij het CDA zich betrokken voelen. Maar dan komt ook de discussie, maatschappelijke stage hebben ze gehad, maar de dienstplicht. Kunt u mij of ons vertellen hoe we dat straks in de campagnetijd uit kunnen leggen? Want daar zijn voor- en nadelen bij. Een heel goed punt. Een maatschappelijke dienstplicht. En ik kan u zeggen dat ik daar ongelooflijk gemotiveerd voor ben om dat in Nederland ingevoerd te krijgen. U noemde net al de maatschappelijke stage op scholen. Dat is vaak een week. En het huidige kabinet heeft dat financieel met 1 pennenstreek weggestreept. Maar veel scholen doen het nog. En als ik kijk naar mijn eigen kinderen, die hebben het allebei gedaan. Van tevoren riepen ze natuurlijk, pubers, we willen niet. En achteraf vonden ze het allebei leuk. Mijn dochter die deed het met een kunstenares waarbij ze bij instellingen voor gehandicapten langs ging. Zag een wereld die ze nog nooit gezien had. 1 weekje maar, hè. Maar 1 weekje dat ze dat zag. Mijn zoon, natuurlijk een echte kerel, die wilde bij de politie. Nou, eerst wou hij bij mij stage lopen, hoefde hij niks te regelen. Ik zei, dat gebeurt niet, dat gebeurt niet. Toen zei hij de politie. Ik zei, oké, regel maar. Ik doe niks voor je, want je moet het zelf doen. Regelde natuurlijk niks. Dus kreeg hij het restje. Dat was klussen bij de kinderboerderij. En dat heeft hij toch leuk gevonden. 1 week lang naar de kinderboerderij. En wat je dus ziet, is dat zelfs zo'n week al laat zien aan kinderen dat er echt meer is dan dat telefoontje. Dat je echt iets kan betekenen voor anderen. En dat het ook leuk is om iets te betekenen voor anderen. En er zijn denk ik heel veel jongeren die het ook echt nodig hebben. Jongeren die soms hun opleiding niet afmaken. Of jongeren die wel hun opleiding afmaken en meteen voor zichzelf gaan werken en geld willen verdienen. Laat voor iedere jongere het normaal zijn om 3 maanden of 1/2 jaar iets voor de samenleving te doen. Vroeger hadden we de militaire dienstplicht, dat vonden we normaal. Ik denk dat deze dienstplicht voor een deel ook bij de krijgsmacht kan worden vervuld, maar ook bij maatschappelijke instellingen. En ik ben ervan overtuigd, zeker, we moeten een drempel over. En er zal echt weerstand tegen zijn. En ook op straat zullen mensen zeggen, ik wil niet, waar is het voor nodig? Nou, weet u waar het voor nodig is? Voor een land waar mensen weer naar elkaar omkijken. Want als je zo'n stage doet, heeft het geen zin om te gaan treiteren. Heeft het geen zin om te gaan schelden, want je merkt dat het niet werkt. En die werkgever waarvoor je werkt, die ziet dat die jongere wel degelijk tot iets in staat is. Dus ik ben ervan overtuigd dat als we echt naar een andere samenleving willen, met oog voor elkaar, dat daar een dienstplicht bij hoort. En daar ben ik dus heel erg gemotiveerd voor. Dank u wel. Misschien is het goed om even... Het wordt, ga ik nog even zeggen, zeg ik tegen u allemaal, we gaan natuurlijk allemaal de straat op. En dat gaat echt leuk worden. Want al die verhalen die we hebben, ik denk dat we lang niet als CDA zoveel verhalen hebben gehad voor een beter Nederland, wat echt een land is wat we door willen geven, in een tijd waarin het ook nodig is. Want u ziet op tv alleen maar beelden uit de politiek die u niet wil zien. Maar u ziet heel veel mensen en u hoort heel veel mensen die dingen doen waarvan u graag zou willen dat Den Haag het wel weet. Dat Den Haag het wel doet. Vertel die verhalen aan Den Haag en vertel dat u als CDA voor zal zorgen dat Den Haag ook dat respect gaat opbrengen wat de gewone mensen hier in Friesland en Groningen en Drenthe voor elkaar hebben. En dan bouwen we allemaal een beter Nederland. Goedenavond, mijn naam is Riet Wollerich, fractievoorzitter CDA Drenthe en wij hebben thuis een akkerbouwbedrijf. En wat ik om mij heen zie is dat heel veel ZZP'ers en MKB'ers vaak te laat betaald krijgen door grote bedrijven. En ook overheden blijven soms achter met hun
nou ja, de snelheid van betalen naar die mensen die dat geld gewoon nodig hebben om hun gezin te kunnen onderhouden. Wat gaat het CDA daaraan doen? Dat is een ontzettend probleem inderdaad. Mijn zwager is akkerbouwer in de Wieringermeer en die spreekt mij daar ook vaak op aan. En misschien is het goed als ik even naar Agnes kijk voor het antwoord. Want Agnes Mulder is namens u allemaal heel concreet bezig met het oplossen van dat probleem. Misschien kan jij dan even naar voren komen, Agnes, want er zijn dingen die jij beter kan toelichten dan je chef. Nou, chef, bedankt. Ja, dit is inderdaad een heel concreet probleem. Kosten MKB'ers, ZZP'ers zo'n 2,5 tot 7 miljard op jaarbasis. Het gaat over heel veel geld. En eigenlijk zijn de kleine ondernemers de ondernemers die bang zijn voor de grote bedrijven. We hebben het net gehad over een eerlijke verdeling. Nou, dit is veruit niet eerlijk, dus we doen er wat aan. Aankomende dinsdag mag ik mijn initiatief wetsvoorstel verdedigen in de Tweede Kamer, dat we dit aanpakken. Maximaal 60 dagen en de norm is gewoon 30 dagen. Dat is normaal. Binnen 30 dagen betaal je gewoon je rekening. Maar we hebben gezien dat grote bedrijven gewoon rustig over die 60 zelfs heen gaan. Nee, zelfs 90, zelfs 120. En dit kost ons gewoon met elkaar werkgelegenheid. Ik vind dat niet rechtvaardig. Daar kom ik voor op in de Tweede Kamer. En we gaan het hopelijk met een grote meerderheid veranderen. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien, dames en heren, dat het heel moeilijk was voor MKB om aan krediet te komen. De banken hebben het echt laten liggen op dit punt. En ook daarom hebben wij een initiatief wetsvoorstel gemaakt over kredietunies. En u kent de kredietunies hopelijk al in uw directe omgeving. En ook die zorgen voor banen. En het was hartstikke mooi om dat samen met de PvdA te mogen doen. En vanaf 1 januari 2016 is de wet in werking getreden. En de eerste kredieten worden ook verstrekt aan die ondernemers. En daarmee creëren we gewoon werkgelegenheid. Dat zijn dingen die we kunnen doen vanuit de oppositie in de Tweede Kamer. Super. Overigens is dit ook het voorbeeld. Mensen vragen wel eens van wat kan je nou in de oppositie bereiken? Er zijn een paar dingen, zeg ik altijd. Het ene is dat controleren een hoge taak is die wij namens Nederland uitvoeren. Maar de tweede is dat je door initiatief wetsvoorstellen dingen kan veranderen die een kabinet laat zitten. Dat heeft Agnes laten zien, dat heeft inderdaad Eddy van Heijm laten zien. En dat laten we op veel meer terreinen zien. En zo breng je dat betere Nederland ook dichterbij. Ook al zijn we als CDA'ers vaak gewend dat als regering te doen, dat was het verleden. We doen het nu gewoon vanuit de Kamer, we doen het net zo goed. Dank, Sybrand. Ik sta hier. Wij lopen tegen de tijd. Je hebt een boel te vertellen, merk ik, dus dat kost ook weer tijd. Dat is goed. Maar we doen nog twee vragen. Ik heb daar een meneer gezien, die geef ik de kans. En ik geef hier een meneer de kans. En daarna hebben we borrel en dan blijft de heer Buma. Blijft ook, en dan kunt u hem gerust nog alle vragen stellen die u wilt. Maar we laten het bij deze twee vragen. Ik hou de microfoon vast. Nou, voorzitter, ik wil eerst een compliment geven voor het goede verhaal. Het was perfect. En mijn naam is Heike Maas en ik woon in Stadskanaal. Ik ben een tevreden AOW'er en nog een beetje akkerbouwer in Stadskanaal. Maar goed. Het was een goede dag in Barneveld. De sfeer was beter dan wij de laatste jaren hebben meegemaakt. Dat geeft de burger moed. Lid sinds de oprichting van het CDA. En nu gaat het erom waarmaken. Rug recht houden. Niet afzetten tegen anderen. Gewoon je eigen ding doen. Je eigen slogan zo recht overeind houden. En dan wordt het vertrouwen groter. En dan nog één korte vraag. Het ging er even over, wij willen de overname van bedrijven door buitenlandse bedrijven, dat willen wij laten toetsen. Dat hoort een beetje op Trump, maar het spreekt ons natuurlijk geweldig aan. Werken hier, dat moet er zijn. En geen multinationals die elders leven en het geld uitgeven. Maar kun je daar nog even iets over zeggen, hoe dat moet? Nou, laat ik vooropstellen dat ik denk dat Nederland achter is en dat landen als Frankrijk met name al veel verder hierin is. En als iets een belangrijke sector in Nederland is. We hebben het net gehad overigens met PostNL. Daar was een overname die eraan kwam. Toen hebben we niet gezegd, gelukkig, en ook als CDA hebben we niet gezegd, maar ook PostNL waarschuwde ons, laat het niet gebeuren dat we overgenomen worden door een bedrijf dat Belgisch is, dat is
zeg ik heel eerlijk, nog niet eens het punt. Zou kunnen, is het niet. Maar dat het een staatsbedrijf is, wat met de overheid overeind gehouden wordt en daardoor geld heeft om ons als particulier bedrijf te kopen. Dat heb je ook met bedrijven uit China bijvoorbeeld, die lang niet altijd de regels hebben. Denk aan wat er op dit moment gebeurt, dat heel veel Chinese bedrijven Europese landbouwgrond overnemen. Kan je zeggen, vrije markt. Maar stel dat 10, 20, 30, 40 jaar verder onze grond in Nederland en Europa in handen is van Chinezen, die zeggen, jullie produceren voor ons. Nou, ik kan u vertellen, dan wordt ons voedsel aanzienlijk duurder. En de vraag is of het beter wordt. En dat speelt nu, want de Chinezen zijn bezig dat over te nemen. En we zijn bezig de bedrijven op te komen, kopen die grond hebben. En ik vind dus inderdaad dat wij als Nederland het belang verkwanselen van ons land, zo hard zeg ik het, als wij dat maar laten gebeuren in een gedachte van, ja, vrije markt. Nee, we hebben belangen waar we voor op moeten komen. Dat is niet bij alles zo, maar als het gaat om je voedsel, om je veiligheid, om je zekerheid, dan is dat inderdaad een belang waarvan wij als CDA zeggen, dan mogen we best wel eens zeggen, nee, deze overname gaat niet door. Dat brengt ons bij de laatste plenaire vraag. Ik kan niet garanderen dat er bij de borrel niet nog een boel andere vragen komen. Maar dat komt goed. Okay. Ja. Wilma, maakindustrie heb ik u over gehoord. En daar ben ik blij dat u dat echt expliciet zo noemt. En ik hoop dat u er iets aan kunt doen dat het meer bekend wordt dat hier in het noorden ook enorm veel goed maakindustrie is. En een groot innovatiecluster. En dat hebben we nodig. En we hebben ook die aandacht van Den Haag nodig. Want het blijkt gewoon dat het daar vergeten wordt dat het hier is. En het voorbeeld had ik hier naast me. Hier zit meneer Jonker. Dat is een journalist van de Telegraaf. Zijn opa heeft gewerkt bij dat grote maakindustrie. En ik heb hem nog eens moeten uitleggen dat het hier nog steeds zo groot is en bestaat. Piet, jij praat vaker met deze meneer dan ik. Maak hem dat eens duidelijk dat hier een innovatiecluster is. Want dan mag hem niet weer gebeuren dat hij dat ooit weer vergeet. Dan mijn... Ik heb lekker geschaatst vanmorgen. En ik maakte de radio aan en ik hoorde het nieuws. En toen was er... En ik heb niet gehoord, precies, want ik was een beetje aan het lekker nagenieten nog. Maar er was iets over een motorbende. Over het ontruimen. En er was er op een gegeven moment werd er een buurtbewoner werd daar geïnterviewd. En die zei, waarom al die trammeland? Die mensen zijn er zo lang, dat bestaat er zo lang hier. Waarom doen ze dat? En toen dacht ik van, is dit onze norm? En ik heb dat boek, of niet het boek gelezen, maar wel in de Leeuwarder Krant. Over dat boek van, ik geloof meneer Trump was. En ik maak me enorm zorgen dat we gemeenschappen krijgen die het normaal vinden. Ja, dat daar dingen gebeuren en dat gaan verdedigen. Graag, wat kunnen we daaraan doen? Het boek van Tromp inderdaad gaat over Brabantse steden waar een maffia actief is die de bovenwereld dreigt over te nemen. En als je praat over een land wat rechtvaardig is, waar niet de onderwereld maar de bovenwereld wint, waar de rechtsstaat wint, dan moeten we daar veel harder zijn. Wat mij verbaast is dat in het zuiden dan sommige mensen zeggen, dit los je op door iedereen vrij softdrugs te gaan verkopen. Maar deze rijke maffia die handelt al lang in pillen en verkoopt een heleboel aan het buitenland. Hier past maar één antwoord. Een rechtsstaat die sterk is en een justitieapparaat wat het aan kan, dat moet dus versterkt worden. Daar zullen we ook voorstellen voor doen. En mag ik eraan toevoegen, dat moet ook goed geleid worden. Dat moet geleid worden op een manier die laat zien dat de overheid de basis namens ons allemaal en dat niet de onderwereld de basis is, dat de waarheid wint en niet het verdoezelen van de waarheid. Bedankt, Sybrand. Bedankt voor uw vragen. Ik heb het al een paar keer aangegeven, maar er is nu tijd voor een borrel en daar kunt u al uw andere vragen ook nog kwijt. Allemaal. Allemaal, want er zijn ook nog andere kandidaten.